Dit is deel 6 over de vaten en in het laatste deel wordt het abdomen, oftewel de buik, behandeld. In deze presentatie komen achtereenvolgens naar voren de abdominale vaten. Nou, grotendeels natuurlijk aftakkingen van de abdominale aorta. Allereerst de truncus celiacus, arteria mesenterica superior, mesenterica inferior, iliaca interna en als laatste nog een dia over het portaalsysteem. We zullen uiteraard ook alle aftakkingen anastomose verder bespreken. Hier een overzicht van de vaten. We zien allereerst het diafragma, de truncus celiacus, arteria mesenterica superior, arteria mesenterica inferior en de iliacale vaten. Deze zullen nu verder in detail worden besproken. Allereerst de truncus celiacus, die zie je ontspringen als eerste grote tak van de buikaorta, met daarbij dan zijn arteria gastrica sinistra, de arteria lienalis en de arteria hepatica communis. We gaan de details bekijken van de truncus celiacus. Allereerst de tak naar de maag is de gastrica sinistra. We zullen straks zien dat er nog heel veel andere takken naar de maag zijn. Arteria hepatica communis die zich straks gaat opsplitsen en de arteria lienalis naar de mild. We zien dan vervolgens dat vanaf de arteria hepatica communis er een aftakking is en dat is de arteria gastroduodenalis, uiteraard naar maag en duodenum. De arteria hepatica propria heet dan het vervolg van de arteria hepatica communis. Deze heeft nog een aftakking, de arteria gastrica dextra, en die maakt een anastomose, zoals je ziet hier langs de kleine curvatuur, met de arteria gastrica sinistra. Daarna gaan er nog aftakkingen naar de grote leverkwabben, namelijk de arteria hepatica sinistra en dextra, en een aftakking naar de galblaas, de arteria cysticus. Aan de andere kant zien we dan dat er een aftakking van de arteria gastroduodenalis gevormd wordt en dat is de arteria gastroepiploica dextra en deze verloopt langs de grote curvatuur en vormt een anastomose met de arteria gastroepiploica sinistra. Hier de arteria pancreatico-duodenalis superior, wat dan het verdere verloop is van de arteria gastroduodenalis. De arteria gastrica brevis, dat zijn er meerdere, zijn zijtakken van de arteria lienalis en hetzelfde geldt voor de arteria gastroepiploica sinistra, die anastomotiseert hier met de arteria gastroepiploica dextra. Al deze takjes zijn dan mildtakken die naar de mild gaan, hier in de mildhilus. Hier nogmaals dan op een wat andere manier weergegeven. Let er even op dat er ook een arteria pancreatico duodenalis posterior is, die hier langs loopt. En in wezen dan anastomoseert met arteria pancreatico duodenalis inferior, als zijnde een aftakking uit arteria mesenterica superior. We zien hier trouwens ook iets dergelijks zijn met de arteria pancreatico duodenalis anterior, die hier dan verloopt met een inferieure tak, de arteria pancreatico duodenalis inferior, die een aftakking is ook weer van de mesenterica superior. Dus hier worden ook een anastomose gevormd langs de kop van het pancreas en in de bocht van het duodenum. We zien hier een detail van de arteria hepatica, in dit geval de arteria hepatica propria, want je zit voorbij de aftakking van de arteria supraduodenalis. En wat we hier nog zien is dan de aftakking arteria cysticus naar de galblaas en de echte leverarteriën. We geven dan een herhaling van de arteriën van de maag. We hadden de arteria gastrica sinistra en dextra. Nou, die ontspringen uit de truncus celiacus en uit de arteria hepatica propria. Ze lopen in het omentum minus, dat is hier weggeprepareerd, en ze maken anastomose langs de kleine curvatuur.
Dan de Artia gastroepiploica dextra en sinistra. Nou, uit de gastroduodenalis. En uit de arteria lienalis en vormen anastomose langs de grote curvatuur in het omentum majus. Dan zijn er ook nog de korte maagarteriën, wat dan aftakkingen zijn van de arteria lienalis. Nou, die verlopen dan door het ligamentum gastrolienale en geven een deel van de bloedvoorziening van de fundus van de maag. Arteria gastrica posterior, die bij 72% van de mensen aanwezig is, ontstaat uit, je ziet hem hier achter lopen, uit de arteria lienalis en verzorgt de bloeding van het achterste deel van de fundus van de maag. We gaan over naar de arteria mesenterica superior. En dit is eigenlijk dezelfde plaat die je net zag. En je ziet dat er een nauwe relatie hier is met de processus uncinatus van het pancreas. Dus hij loopt hier dus eigenlijk tussen het caput en het corpus van de pancreas door en dan voorlangs het duodenum. Mesenterica superior had dus de aftakking richting de pancreaskop. Dus de pancreatico duodenalis inferior en de en je ziet hier dan de achtergelegen pancreatico duodenalis superior lopen en die, ja, die voorzien dus het pancreaskopgebied van bloed. Hier zien we dat er ook nog allerlei andere aftakkingen zijn, namelijk vanaf de arteria mesenterica superior, de arteria pancreatico duodenalis inferior, de jejunale en iliale arteriën. Let erop dat er ook hier weer arcaden en bogen worden gevormd met tal van anastomosen in de ophangbanden. Arteria iliocolica. En hier de arteria appendicularis, arteria colica dextra, arteria colica media. En we zien dan dat de bloedvoorziening van de arteria mesenterica superior eigenlijk loopt tot zo'n beetje de linker kolombocht. Hiernaast is trouwens ook nog afgetekend de vena mesenterica superior die parallel loopt aan het atriële vaatbed. We gaan naar de arteria mesenterica inferior, die dus het bloed voorziet van de linker kolonhelft en eigenlijk het sigmoïd en het bovenste deel van het rectum, via de arteria colica sinistra, sigmoidia en rectalis superior. Het onderste deel van het rectum wordt van bloed voorzien door de arteria iliaca interna. Ook hier zien we dat de vena mesenterica inferior grotendeels parallel verloopt aan de arteria mesenterica inferior. Hier de iliacale vaten. Nou, we gaan hier niet al te veel over in detail, omdat die ook bij andere presentatiedeels worden behandeld. Wat we alleen willen opmerken is dat de organen van het kleine bekken hierdoor van bloed worden voorzien. En we zien dus ook tal van aftakkingen richting het onderste deel van het rectum, de vagina en de blaas. Let even op ook hier de arteria obturatoria, want die natuurlijk verder gaat lopen richting het femur. En eventjes dan richting de gluteaalarterie, die naar de bilspieren gaan en ook deels anastomose maken rond het femurgebied. In dit geval zien we de sagittale snede van een vrouwelijk individu. Hier nogmaals, maar dan door een andere artiest getekend. We zien het hier hetzelfde bij het mannelijke individu, uiteraard nagenoeg gelijk, alleen natuurlijk geen aftakkingen richting de vagina, maar wel richting de prostaat. Hier eenzelfde soort tekening vanuit dan het perspectief van een mannelijk individu. Voor beide geslachten geldt natuurlijk, en dat is wel mooi op deze tekening te zien, is dat het van de achterzijde voor de wervelklom en verloop is naar voren. Want ja, je gaat hier natuurlijk naar de arteria iliaca externa, die in de voorbij de lies verwordt tot de arteria femoralis.
Nog wat apart aandacht voor de bloedvaten richting de geslachtsklieren, want u ziet dat deze, en dat geldt dan zowel voor de arteriën ovaricae als testicularis, dat die afkomstig zijn ongeveer ter hoogte van de onderpolen van de nieren. En dat komt natuurlijk omdat zowel de testikels als de ovaria ontstaan als afsplitsingen aan de onderkant van de nier en dan naar beneden dalen en dus ook hun bloedvaten meenemen. Hier zien we dat nogmaals lopen, dat is de arteria ovarica. En hier de arteria uterina, die uiteraard een aftakking is van de arteria iliaca interna. Als laatste dan het portale systeem, oftewel het bloed wat weer teruggaat vanuit het maag-darmstelsel naar de lever. Nou, we zien dan dat de vena mesenterica inferior, dat die uitmondt in de vena lienalis en dat de vena lienalis samenkomt met de vena mesenterica superior en vandaar dan de vena porta wordt.